Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en naast mij staat Nikita. En wij hebben deze aflevering een speciale Sinterklaas editie, namelijk een traptrekker test. Kijk, we hebben twee groene en een rode model. We hebben een vent, even kijken, vent 211 Vario. De John hebben we al het type niet kunnen zien, anders is het een voorlader voor. Optioneel een kraan en een kiepbak. En als laatste een massieve Exxon 8650. Zo'n Vario, dat is toch een traploze bak? Ja, dat klopt. De Vario, een traploze bak, is eigenlijk... niet al slim gemaakt van vent. Dit is nu al een minpuntje. Nikita, zijn er nog dingen waar jij specifiek op gaat letten? Wij hoorden net buiten de kamer om dat jij nog nooit op een traptrekker had gezeten. Ja, dat klopt. Ja, ik had vroeger geen traptrekker. Maar ik ga het nu ervaren. Oké. Okay. Ja. En wat valt je op? Waar ga je op letten? Het zal wel wat heel klein zijn. En dat ik ben 1,60 en ik kom er amper op. Dus dat wordt wat. Puntje bodemdruk. Oh ja. Dit gaat goed. Ja, dit gaat wel goed. Ja. Nou, hij is nu al vastgereden. Komt er niet op vastgereden.nl. Oh. Oh. Nou, deze stuurt wel beter dan die zonder. Ik zie jou er ook best comfortabel op rijden. Ja, hij zit ook wel lekker. Ja, wij hebben een model zonder voorraadsvering, denk ik. Tenzij je er heel hard bovenop gaat zitten. Nee, je zit geen voorraadsvering op. Cabinevering is ook niet aanwezig. De stoel is ook voelt een beetje Spartaans aan, zeg maar. Dat is niet echt. Oké. Hij zakt wel lekker in. Ja? Ja. Vind je? Ja. Best wel. Nou, eigenlijk alle... eigenlijk alles zit er eigenlijk wel op voor de rest. En dat toeteren. Alles zit er wel op voor de alles rest. Alles zit er wel op. Oké. Okay. Dus de conclusie is tot dusver, hij zakt wel lekker in. Hij zakt wel lekker in. En verder zit eigenlijk alles er wel op. Ja, de volledig mechanische trekker. Dat is wel heel fijn natuurlijk. Ja. Voor de lichter ook aan, als je een mechanische trekker zoekt, is het echt een super trekker. Dus, hij is dus ook geschikt voor vrouwen. Ja, hij is oké. Nee, dat zegt de vrouw. Ja, wij mogen dit niet zeggen. Maar zeg het nog maar een keer. Hij is ook geschikt voor vrouwen. Oké, okay. En waarom dan? Makkelijk in onderhoud. Makkelijk? Ja. Makkelijk in onderhoud. Makkelijk okay. In onderhoud. Banden. Wat vind je van het profiel? Ik vind het niet echt, want dit is wel goed, maar wat hier in het midden is, dat heb ik nooit echt gesnapt. Want het is helemaal niet handig ook in het zand. In het zand? In het zand. Hallo, een echte trekker komt op de klei, hè? Nou, over het algemeen zijn er maar weinig traptrekkers waar je een beetje fatsoenlijk je coolbox kwijt kan. Ja. Want voor mij zien we dat gewoon verkeerd. Het is geen voorraad, het is gewoon een coolboxhouder. Ik dacht, je moet zo. En dan heb je ook je coolbox bij, hè? Maar je kan hem ook nog gebruiken. Ja. Maar ja. Nou. Wat gaan we doen? Wat is het plan? Vandaag gaat de vent tegen de MF. Oeh, spannend. Wie als eerste over de finish is. En waar gaan we om rijden? Een krabbier. Oké. 3, 2, 1, go. Oh, valse start. Valse start. Wie was een valse? Jullie allebei. Wij starten dus, hè? Wij starten. 3, 2, 1, start. Zo, zakje. Er ging mijn krat bier. Ja. De pk's worden ook gemeten. Oh ja. Ja, moeten we naar de waterrem? Waterremtest. Een 5 liter waterrem. Ja. En daarmee gaan we het afgas mogen testen. Oké. Ja. Zou je een voorzichtige schatting willen maken? Ik denk. Het mag ook een onvoorzichtige schatting zijn. Moeilijk in pk's uit te drukken, denk ik. Hoor. Moeilijk in pk's uit te drukken. Ik denk dat we een nieuwe eenheid moeten bedenken. Of pedalenkracht. Pedalenkracht. Pk. Oh. Nou, dat was hem. Dat was hem. Hoeveel is er uitgekomen, Victor? 2011. Ja, dat ligt al aardig in de buurt van de verliepspecificatie. Ja. Ik heb trouwens gehoord, heel belangrijk. Ik heb gehoord dat deze traptrekkers worden gemaakt. Dan moet je, als het niet zo is, moet je meteen even zeggen onder in het filmpje. Als het niet zo is. Maar ik heb gehoord dat de traptrekkers worden gemaakt van
oude modellen van de daadwerkelijke trekker. Dus gewoon plastic van de trekker wordt gewoon omgesmolten en wordt gewoon een traptrekker van gemaakt. Ik vind het een ongeloofwaardig verhaal. Ik heb het een keer van horen zeggen, maar ik weet niet of het zo is. Dus, als jij een schets zou moeten geven van een paar gebruikersscenario's, wie zou de ideale MF-klant zijn? Wie zou... Ja, degene die geen voorlader en geen kraan en geen bak nodig heeft. Oké, en wie zou dan de ideale klant zijn voor een vent? Degene die van een, niet van een rode trekker daarbij houdt, maar juist van een groene trekker. Ja. Oh, dat lijkt me een heldere conclusie. Duidelijk. Hier kunnen we een testrapport van maken. Wel. Mochten jullie een papieren versie willen hebben, dan heb je pech. Die hebben we niet. Die hebben we niet. Hey, vond je dit nou een leuk filmpje? Geef even een dikke duim. En wil je graag met Victor een echte trekker rijden? Plaats er even een reactie hieronder. Tot de volgende week en dank aan btnhs.nl. Doei! Kanaan! Voorlader! Voorlader! Trekker! Kipper! Trekker!